Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar All These Games. Vandaag ga ik weer eens een challenge voor jullie doen in de Sims 4. En vandaag is het de Beauty to Ugly Challenge. Ik heb natuurlijk al een keertje de Ugly to Beauty Challenge gedaan. Toen heb ik een heel lelijk, ja, een monster eigenlijk, veranderd naar een heel mooi meisje. Als je die video wilt zien, klik dan eventjes hierboven in beeld. Maar vandaag ga ik het andersom doen. Ik ga een heel mooi meisje veranderen naar, ja, vrijwel een monster. Maar voordat ik dat ga doen, heb ik een keer een hele leuke winactie voor jullie. Jullie zien misschien al iets anders dan mij. Ik heb namelijk een headset op en normaal heb ik nooit een headset op. Maar vandaag heb ik deze headset op omdat ik onder andere dus deze headset ga weggeven. Maar Bo, wat is er dan zo speciaal aan deze headset? Dat is het leuke jongens, het is dus een Sims headset. Het is een Sims headset en hier staat dus het Sims logo op en die is gekleurd. Aan de andere kant staat het Sims logo trouwens ook. Het leuke aan deze headset is dus dat dit logo meekleurt met hoe je Sims je voelt. Dus voelt je Sim zich blij, dan is het kleurtje bij je Sim groen, zoals je hier ziet. Voelt je Sim zich geconcentreerd, dan wordt het paars en dan wordt die op je headset ook paars. Voelt je Sim je een beetje gespannen of beschaamd, dan wordt het geel en dan wordt dit dus ook geel. En is je Sim boos, dan wordt het rood. Dat alleen al is al hartstikke leuk, maar ik ga daarbij nog iets weggeven. Namelijk deze Sims muis. Met de muis hetzelfde verhaal. Deze plumbob die verandert dus van kleur van hoe je Sims je voelt. En voor de rest is het gewoon een hele simpele witte muis. Wel een hele fijne muis, het ligt lekker in de hand. En deze kan je dus ook winnen. Als je meedoet aan de winactie, maak je dus kans op deze headset. En natuurlijk op deze muis. Als je wint, dan win je dit allebei, de muis en de headset. Dus, dit kan je winnen, maar vandaag komt er niet één winnaar. Nee, er komen twee winnaars. Dus er komen in totaal twee winnaars. Eén iemand die wint deze twee dingen en één iemand wint deze twee dingen. Je kan de headset en muis ook gebruiken als je de Sims niet speelt, maar het is natuurlijk wel zo leuk als je de Sims 4 speelt, omdat de kleurtjes op de headset dan natuurlijk ook meekleuren. Maar Bo, hoe doe je nou mee? Wat je moet doen om te winnen is abonneer op ons kanaal. Dat kan via het abonneerknopje hier beneden. En dat moet je zeker doen. We checken het ook. Dus als je mee wilt doen, weet zeker dat je bent geabonneerd. Geef deze video ook eventjes een duimpje omhoog. En laat eventjes een reactie achter onder deze video waarom jij deze twee dingen graag zou willen winnen. De winnaars zullen een berichtje krijgen op YouTube. En dat zal ongeveer over een week gebeuren. Er wordt dus een berichtje gestuurd naar je YouTube-account. En die berichtjes kan je vinden op www.youtube.com/messages. Hou dus je bericht op YouTube goed in de gaten. Als het goed is, krijg je er ook een mailtje van op het e-mailadres waarmee je dus je YouTube-account hebt gekoppeld. Maar hou in ieder geval goed je berichten in de gaten op je YouTube-account bij www.youtube.com/messages. De winnaars krijgen voor zaterdag 16 juli een berichtje op YouTube. Heb je voor die datum geen berichtje gehad, dan heb je dus helaas niet gewonnen. Maar niet getreurd, want misschien doen we in het vervolg nog wel meer van zulke leuke winacties. Deze winactie wordt mede mogelijk gemaakt door EA en SteelSeries. EA is natuurlijk het bedrijf achter de Sims 4 en SteelSeries is het bedrijf achter de headset. Die hebben dus de headset en de muis gemaakt. En dan wens ik jullie heel veel succes en dan gaan we nu beginnen met de video. We zijn in de Sims en zoals je ziet heb ik hier een super mooi meisje genaamd Mackenzie Branch. Ze ziet er heel mooi uit. Ik heb haar uit de galerij gedownload. Ze heeft een super mooi gezicht, super mooi make-up. Alles is vrijwel super mooi. Als je dan denkt van Bo, dit is zo'n mooi poppetje. Ze mag echt niet verpest worden. Ik wil haar hebben. Ze moet blijven bestaan. Kunnen jullie rustig ademhalen, want ik heb haar ook in mijn galerij gezet. Mijn originnaam is Bokodo met 4 keer een O, zoals je hier ziet. En dan kan je haar hier vinden. Ze heet The Beauty. En dan kan je haar alsnog downloaden als je haar echt heel erg mooi vindt. Maar we gaan nu van haar een lelijke Sim maken. Dus dat gaan we eens eventjes lekker doen. Ik ga haar in 7 minuten proberen zo lelijk mogelijk te maken. Dus laten we gewoon beginnen. 3, 2, 1... En de timer staat aan. Oké, we gaan beginnen. Ik ga beginnen met het gezicht. De make-up moet even allemaal weg. Oké, we gaan haar gezicht lelijk maken. Hoe doe je dit? Oh, dit gaat al de goede kant op. Ze krijgt een heel vreemd gezicht. Ja. Oh, kijk eens wat mooi. Nee, mooi. Juist niet mooi. Even kijken. Oh, hoe ga ik de neus doen? De neus, die mag wel wat meer zo. Oké, helemaal super. Nou, ze krijgt een hele mooie grote mond. Ik weet niet, alles wordt vandaag heel groot. Oh mijn god, dit lijkt nu echt heel onnatuurlijk. Zo. Dus we krijgen dit gezicht. En wat, hoe gaan haar wenkbrauwen? Zo. Nou jongens, als jullie dit niet mooi vinden, weet ik het ook niet meer. We gaan eventjes gedetailleerd bewerken. Ze krijgt hele kleine enge pupillen. Oh god, wat eng.
Dat is echt heel creepy. Wat kunnen we nog meer aanpassen? Dit gaan we heel dun maken. En dit heel groot. Oké, nou, challenge gaat fout. Of nou ja, challenge gaat eigenlijk goed. Want het is natuurlijk de bedoeling dat het er een beetje creepy uitziet. Oh mijn god, jongens. We hebben haar nu echt al gewoon verziekt. Moet je nou kijken. We moeten daar natuurlijk ook even... Oh, dit zijn haar oogkleur. Haar oogkleur. Nou, dat doen we gewoon lekker wit bijna. Oh, haar wenkbrauwen doen we nu. Oké, die maken we blauw. Niet dat ik blauwe wenkbrauwen per se lelijk vind. Maar het is lekker gek, weet je. Dat moet ook kunnen. Waar is de huidskleur? Oh, hier. Even kijken. Dan maken we haar... Hoe maken we haar? Wat is een leuke kleur? We kunnen haar ook helemaal wit maken. Ja, dat doen we. We maken haar helemaal wit. Jongens, dat is nieuw. Ik weet niet waarom nieuw. We geven haar eventjes hele heftige make-up. Nou, dit valt wel mee. Dit kan heftiger, jongens. Dit kan beter. Dit kan veel beter. Hier, kijk. Dit gaat de goede kant op. Oké. En dan pakken we nog even een gekke... Hele gekke eyeliner. Oh mijn god, wat creepy. Dit is gewoon creepy. Even kijken. Dit kan er ook allemaal nog wel bij, toch? Kijk eens. Hupsakee. En dan geven we haar felrode lippen. Jongens, dit kan echt niet. Oh, wat voor haar moet ze nou dan? Groen? Ja, dat vind ik wel mooi. Het wordt meer een clown. Ja, we maken... Ja, kijk, we maken een clown van haar. Dat is het gewoon. Ze wordt gewoon een clown. Dat is het. Oké, de kleding. Ze hebben niet echt super lelijke kleding in de Sims. Maar we kunnen wel wat geks bedenken. Kijk nou, jongens. Dit is echt gewoon een horror clown. Dit is een horror clown. Weet je, ik ga het zo houden. Ik ga het gewoon zo houden. Ik vind het prachtig. Oké, we geven haar hele enge puntschoenen. Ja, ik vind het helemaal prima. Hoe doen we haar lichaam? Nou, ik vind haar lichaam zo wel gewoon prima. Oh, ze heeft nog wel een te mooie jurk aan. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren. Eens even kijken. Dit is ook een mooie jurk. Hebben ze überhaupt iets lelijks? Dit vind ik ook niet lelijk, maar wel apart. Dat is ook op zich goed, maar ik wil gewoon eigenlijk wat lelijks. Wat is nou echt lelijk? Dit jasje vind ik niet heel erg mooi. Ik weet ook niet waarom ik die ooit gedownload heb. Oh, dit is een mooi shirt. I mean, hello. Dit is een mooi shirt. Prachtig. Oké, nee. Oké, dit vind ik niet echt een mooi shirt. Maar het is niet dat ik het echt verafschuw. Maar ik ga het gewoon doen. En dan doen we er deze broek bij. Nou, dat kan op zich eigenlijk nog wel. Weet je, het moet even wat gekker. Het moet echt even een combinatie zijn. Waarvan je denkt, wow, nee, dat kan echt niet hoor. Oké, dit kan op zich wel echt niet. Dit kan ook nog wel. Alles dat kan op zich nog wel, weet je. Het is niet mooi, maar het is niet vreselijk. Oké, dit gaat wel de vreselijkere kant op. Eens even kijken. Ik vond deze combinatie... Ja, deze combinatie wel echt heel lelijk, jongens. Dit kan echt niet. Oké, en daar doen we bij... Wat voor schoenen? Deze. In het paars. Ja, lekker kleurtje. Zullen we haar nog een ander kapsel geven? Nee, ik hou het gewoon zo. Oh, wacht. Ze heeft weer de mooie make-up op. Maar dat is dus even niet de bedoeling. Weg met die vieze eyeliner. Zo, we doen het wit. En we doen dit... Oh, nu gaat dat weer weg. Nou, whatever. Eens even kijken. Nee, welke oogschaduw ga ik doen? Groen. Ik ga voor groen. Ik vind het zo prima. Die wing, jongens. Dit is echt geen wingles. Zo hoort een wing er niet uit te zien. Ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar oké. We gaan naar de sportkleding. Nou, op zich ziet ze er wel oké uit. Mijn gezicht is een beetje uitgerekt, maar voor de rest ziet ze er nog prima uit in de sportkleding, toch? Ik vind het niet zo erg. Wat voor outfit gaan we haar geven? We geven haar gewoon dit. Ik vind het niet heel lelijk, maar weet je... Ja, het is ook wel moeilijk om echt alles lelijk te maken. Oké, het gezicht is wel echt heel eng. Het gezicht doet het hem. Het gezicht is echt gewoon horror, jongens. Even kijken. Dit wordt haar pyjama. Ik vind het echt een hele lelijke pyjama. Sorry als jij zo'n pyjama thuis hebt, maar I'm sorry. Ik vind hem echt heel lelijk. En dan doen we natuurlijk konijnenschoenen bij. In het roze. Waarom niet? En wat doen we hier? Oh, dit is veel te mooi, jongens. We moeten iets geks hebben. Dit. Oh, dit is ook niet echt lelijk. Ja, dat is moeilijk. Eigenlijk moet je lelijke kleding gewoon downloaden, want dat zit niet echt in de Sims. Ik bedoel, niks is echt... Ja, lelijk, vind ik zelf dan. Dit vind ik ook niet lelijk. Het staat gewoon serieus nog wel. Hoe kan dit? Ik wil een kostuum, maar dat kan niet. Dat kan alleen bij feest, denk ik. Oké, weet je wat? We doen dit. Een rendiertrui. Nou, als dat niet lelijk is. Een lelijke kersttrui, jongens. Dit is gewoon een lelijke kersttrui, natuurlijk. Nou, hier. Dit is echt een... dit is echt geen goals. Oké, hier kunnen we... Oh, wacht. Oh, dat was de feestkleding. Waarom kunnen we geen kostuums doen dan? Ik wil gewoon een kostuum. Potverdrie. Nou, we mogen blijkbaar geen kostuum.
Oh, we doen dit. Oh my god, de hoed kleurt mee. Dit is dus een blouse dat je om je middel wikkelt. Oh, nu kleurt de hoed niet mee. Vind wel leuk dit, alleen... Nou, het past hier niet echt bij. Ik vind het niet echt lelijk staan eigenlijk. Deze band nemen we erbij. En... Ja, wat kan je nog meer toevoegen? Hebben we nog een... Oh, wait a second. We kunnen nog een gekke hoed toevoegen. Oh my god, ik vind het zo eng. Dit is echt gewoon horror, die clown. Even serieus. Clowns zijn sowieso al eng. Laat even weten in de reacties als je clowns ook eng vindt. Ja, ik ben er niet bang voor, maar ik vind ze niet fijn of zo. Ze zijn creepy. Ze zijn niet leuk. Ik vind clowns niet leuk, maar ik ben er ook niet bang voor. Tenzij het echt een horror clown is. Like, echt horror. Dan is het wel eng. Maar, nou, dit vind ik wel een lelijk hoedje op zich. Wat is dit voor gekke badmuts? Nou, op zich is het niet heel gek. Zo op zich ziet haar gezicht er nog wel, oké uit. Ik bedoel, ja, de gezicht is alleen een beetje uitgerekt, maar daar zie je bijna niks van. Nou, jongens, ik denk eigenlijk gewoon dat ze klaar is. In hoeveel tijd hebben we nog over? Oh, we hebben echt nog 10 seconden over. Nou, in ieder geval, we hebben het dus gehaald binnen de tijd. Ik ben echt precies op tijd klaar. Oh, dit konden we ook nog doen. Oh mijn god. Maar dit kon ook nog. Maar eigenlijk is de tijd om, dus ik mag eigenlijk niks meer veranderen. Maar ik wou het toch even bekijken hoor. Wat is dit dan weer? Oh jezus, het wordt steeds gekker. Kijk hoor, ik zag nog iets. Dit. Oh, nou, dit kan ook nog. Dit is van de Star Wars films. Ook leuk. Maar ook vond dit echt wel heel creepy, die lama. Dat vind ik nog enger als een clown, denk ik. Maar ik vond dit ook wel interessant. Dit vond ik ook wel interessant. Ik hou deze hoed op, weet je. Ik weet niet wat het is of wat het doet. Maar ik hou hem op. Dit is ook eng. Eeuw. Nee, oké, ik hou dit op. Onze, ja, ugly sim is klaar. En ze is, ja, niet heel mooi, al zeg ik het zelf. Het is een beetje een clown, ja. Ik kan er niet veel meer van maken. Het lijkt gewoon op een clown met een gek een of ander alienhoedje op of zo. In ieder geval, laat even weten of je de challenge vindt gelukt. En doe natuurlijk mee aan de winactie. En jongens, dat was dit alweer de video voor vandaag. Deze lelijke sim kan je dadelijk ook downloaden in de galerij. Bij mijn account Bokero met 4 keer de O aan het eind. En dan bedank jullie voor het kijken. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye.